Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland, maar de bolking is wel vrij dun en bovendien gaat die in de loop van de ochtend oplossen. Dat betekent dus dat we vanochtend al hier en daar de zon even zien schijnen, en in de loop van de dag krijgt de zon dan steeds meer ruimte. De mistbanken die in de vroege ochtend nog in het zuiden zitten, lossen snel op. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 13 graden op de Waddeilanden tot 15 en 16 graden in het zuiden. En lokaal is in Limburg 17 graden mogelijk. Vanavond blijft het droog, blijft de wind uit het zuidoosten waaien en de temperatuur daalt tot halverwege de avond rond de 11 graden. In de nachtelijke uren wordt het dan een graad of 6. En morgen krijgen we schitterend weer. Flinke zonnige periode, een paar hoge wolkenvelden, blijft overal droog en wordt er 14 en 15 graden in het noorden, 17 tot 19 in het zuiden en lokaal als 20 mogelijk. Woensdag trekt er een zwakke storing over het land, die zorgt voor meer bewolking en vooral later op de dag kan er ook wat lichte regen vallen. Temperaturen moeten dan uiteraard inleveren, wordt zo'n 13 tot 16 graden. Donderdag en vrijdag blijft het allemaal weer droog en vrij zonnig en dan gaat de temperatuur ook langzaam iets omhoog. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl